maandag 6 november 2023. Hartelijk welkom hier in het gemeentehuis van Nissewaard. We staan hier omdat straks iets bijzonders gebeurt. De installatie van de kinderraad. En wat is dan een kinderraad? Nou, gewoon eigenlijk een gemeenteraad, maar dan voor kinderen. Kinderen die dus ervoor gaan zorgen dat misschien de ouderen, college, gemeenteraad zelf, goed naar hen gaat luisteren. Want kinderen zijn puur. Kinderen hebben creatieve ideeën, mooie gedachten en zijn nog redelijk apolitiek. Dus als de ouderen naar de kinderen luisteren, wordt het misschien wel heel erg mooi in de politiek in Nissewaard. Want van kinderen kunnen we behoorlijk wat opsteken. Het is niet de eerste kinderraad die wordt geïnstalleerd. 2 jaar geleden, want om de 2 jaar is er een nieuwe kinderraad. 2 jaar geleden is er ook een kinderraad geïnstalleerd. En die kinderen hebben meegewerkt aan beleidsstukken, aan adviezen. En die hebben ze dus ingediend via hun organisatie, de kleine ambassade, bij de echte grote gemeenteraad. We gaan zo eventjes naar binnen. We mogen daar filmen. En we maken kennis met misschien wel de nieuwe premier van Nederland. Maar dan waarschijnlijk pas over 1 jaar of 30. Nieuw vers bloed in de politiek. Te beginnen bij kinderen. Kinderen hier uit Nissewaard van de basisscholen. Gaat u mee? Zo even met af. Ik ben Zoe en ik zit op de veenvlinder. Ik ben Sam en ik zit op de vuurvogel. Ik ben Jaden en ik zit op de waarschuwmarimba. Ik ben Daan en ik zit op de Arnhemgesmied. Ik ben Dex en ik zit op de Vogelzang Noord. Voordat we naar het officiële gedeelte gaan, is het misschien ook wel leuk om voor alle aanwezigen samen met de kinderen stil te staan bij... Ja, jullie zijn hier natuurlijk niet zomaar terechtgekomen. We hebben een hele sollicitatieprocedure, echt iets officieels, en dat hebben we al voor de zomervakantie hebben we dat moeten doen. We hebben van superveel kinderen uit de gemeente hebben we allemaal brieven, tekeningen, supergoede motivaties binnengekregen. Maar uiteindelijk zijn jullie van je school uitgekozen. Omdat we overtuigd waren dat, dat we met jou en samen dus deze groep de komende 2 jaar hele mooie plannen kunnen gaan maken voor deze gemeente. We gaan het lekker met elkaar erover hebben, je mening vormen en vooral goed naar elkaar luisteren en goed samenwerken. Dus dat een eerste begin daar nu al mee is gemaakt, dat belooft een hoop, denk ik, Erik, voor deze groep. Ja, dat ben ik helemaal eens. Nou, misschien is het ook wel goed dat ik nog even kort wat vertel over wat er na deze avond gaat gebeuren met de kindergemeenteraad. Want hier gaat het natuurlijk niet bij blijven. Dadelijk is de kindergemeenteraad officieel geïnstalleerd. En dat betekent dat we eigenlijk alleen maar nog verder gaan met meer ideeën bedenken en meer met elkaar erover in gesprek gaan. En dat gaan we dadelijk, als we in het nieuwe blok zijn, gaan we dat weer doen in januari. En dan gaan we om de zoveel tijd, komen we ook weer in deze zaal. En dan zullen we jullie ook allemaal uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Om dan ook de ideeën die we hebben bedacht, om die aan jullie te presenteren. En natuurlijk gaan we dan ook weer aan de wethouder of de andere wethouder vragen van, ja, wat is er nou in de tussentijd allemaal met de ideeën die wij hebben bedacht gebeurd? Want het gaat natuurlijk om dat we niet alleen maar ideeën bedenken, maar dat de gemeente uiteindelijk natuurlijk ook iets met die ideeën kan doen. Of dat ze een keertje komen uitleggen dat een idee toch niet helemaal uitgevoerd kan worden. Dus we gaan niet alleen ideeën bedenken, we gaan er ook voor zorgen dat er echt wat mee gedaan wordt. Zodat het eigenlijk Nissewaard weer een fijnere plek wordt voor alle kinderen om goed te kunnen opgroeien. Dus ik denk dat schets alvast voor jullie allemaal hopelijk een mooi beeld van wat we de komende 2 jaar waar we mee aan de slag gaan en hoe we het gaan aanpakken. Ja, en dan wordt het denk ik nu wel een beetje tijd voor het officiële moment ook, waarin we de kindergemeenteraad gaan installeren. Ja, ik denk we gaan over tot het installatiemoment en misschien kunnen we dan een klein beetje uitleggen inderdaad, ja, wat betekent zo'n installatie nou en wat betekent zo'n eed nou die de kinderen dadelijk gaan afleggen. Ongetwijfeld hebben jullie uitgekeken naar dit moment, maar dat geldt voor mij ook. En ik weet nu, het is de 3e keer dat we een kindergemeenteraad installeren. En het zal dus ook de 3e keer zijn dat we allerlei kritische jonge mensen in onze gemeente
de komende tijd bezig zien met allemaal onderwerpen waar we ons als gemeente mee bezighouden. Waar jullie ouders ook over stemmen elke 4 jaar. Waar de wethouders een heleboel ideeën in ontwikkelen. En waar jullie een mening over mogen geven. Of misschien ook wat ideeën mogen meegeven. Dat je zegt, goh, ik had dit toch anders willen hebben. En het is zo belangrijk dat we ook een stem geven aan de kinderen van Nissewaard. En bovenal ook van alle basisscholen op die manier. Want ik vond het heel prachtig wat jij net zei. Dat je ook een stem, Keanu, dat je ook een stem weet te vormen. Hè, voor de kinderen op je eigen school. Want dat is heel belangrijk als kindergemeenteraadslid. Dat je niet alleen voor jezelf praat. Maar dat je ook probeert na te denken. Ja, wat zouden de kinderen in mijn omgeving, op mijn school eigenlijk willen. Zodat je dat een stem kan geven bij deze kindergemeenteraad. Dat is natuurlijk het spannende. En dan kan je ook allemaal kritische vragen stellen aan de wethouders voornamelijk. Als je wil mag het ook aan de burgemeester, maar het liefste aan de wethouders natuurlijk. Hè? Dat begrijp je wel. Maar we gaan dadelijk, voor jullie echt van start gaan, gaan we natuurlijk wel een officieel moment met elkaar beleven. Want ik ga zo dadelijk, dat noemen we de belofte voorlezen. En dat is een hele formele tekst. En als ik die heb uitgesproken, dan gaan jullie die een beetje zo met mij mee, goed naar mij luisteren. Dan ga ik jullie uitnodigen om één voor één, en een van de heren die gaat dadelijk de namen voorlezen. En om worden jullie dan uitgenodigd om zo'n beetje in het midden te gaan staan. Niet op die witte stip, want dat denk je natuurlijk, daar moet ik gaan staan. Maar dat lijkt mij een heel verraderlijk plankje, dus daar moet je niet op gaan staan. Dus een beetje daarnaast. En dan moet je rechtop gaan staan, hè, zo, keurig zo, met je handen zo langs je schouders, zo, even zo, even zo, netjes. En dan zeg je heel luid en duidelijk, voor iedereen verstaanbaar, ook voor je ouders of grootouders of vrienden die in de zaal zitten, dat verklaar en beloof ik. Zullen we dat één keer even oefenen, die tekst? Dat verklaar en beloof ik. Even na zeggen. Ja, zeg. Dat verklaar en beloof ik. Nou, makkelijker kan het niet zijn, maar het moet wel goed zijn. Als je het niet goed zegt, ja, dan moet ik zeggen opnieuw. En dan zeg ik het even voor, hè, dat verklaar en beloof ik. Zodat we het allemaal kunnen verstaan. En dan moet je niet weglopen nog, want kijk, ik heb hierachter ook een medaille. En dan loop ik naar voren, want dat hoort er natuurlijk ook bij, en dan doe ik die medaille om. En ondertussen, ik weet niet hoe de volgorde precies gaat zijn, maar er worden ook foto's gemaakt. Maar ondertussen heeft de ouder van het kind in kwestie, van het kindergemeenteraad, lid waar het om gaat, ongetwijfeld dat al doorgaat. En wellicht is er een mogelijkheid dat precies even snel de foto wordt gemaakt op het moment dat ik dan de medaille bij het nieuw, net geïnstalleerde kindergemeenteraadslid omhang, want dat is toch altijd aardig. En als dat te ingewikkeld is, dan zorgen we dat die foto's op een ander moment nog nakomen. Nou, even checken. Keanu, is dit voldoende voorbesproken? Ja, dat vind ik wel. Is de rest het daar ook mee eens? Ja. Ja? Want dan gaan we gewoon lekker beginnen, toch? En dan ga ik dus beginnen met het voorlezen van de belofte. En die gaat als volgt. En dan moeten jullie goed meeluisteren. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de kindergemeenteraad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de kindergemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. En nu ga ik dus jullie allemaal één voor één uitnodigen om een beetje daarvoor aan te gaan staan. Maar dan ga ik nu de eerste 5 kinderen naar voren roepen en dan mag je alvast bij de burgemeester komen staan. En dan elke keer mogen jullie bij het spreektool te komen staan en dan in de microfoon zeggen, nou, dat verklaar en beloof ik. Nou snap ik waarom deze bank is stond. Ik ga gewoon, we doen het gewoon andersom. Ik ga daar staan, ja, dat begrijp ik helemaal. Ik ga daar staan en dan kunnen jullie hier opklimmen en dan deze knop indrukken. Hebben we net even geoefend. Zeggen dat verklaar en beloof ik en dan sta ik aan die kant. Gaan we het zo doen. Yes, en zodra je jas en je medaille hebt, dan mag je weer gaan zitten. Thank you.
Dat verklaar en beloof ik. En dan als laatste, even aandacht voor de laatste kinderen die ook geen slip gaan worden. Dat zijn Sam, Silver, Skylar, Slavi, Sophia en Zoe. Ja, en daarmee is de nieuwe kindergemeenteraad officieel geïnstalleerd. Ik denk een hartelijk applaus. Dus ga je nog één keer roepen om allemaal mee naar voren te komen. En dan mogen jullie hier filmen staan. Dan gaan we een mooie foto maken. De kindergemeenteraad is nu officieel geïnstalleerd. Dat is een heel mooi moment. Maar nogmaals heel erg dank voor jullie aanwezigheid en hopelijk tot snel. Kijkers, Botlek TV, Link Media. We gaan afsluiten hier in de grote raadzaal van Nissewaard. U heeft meegekeken naar de installatie door de burgemeester van de kinderraadsleden. Eén voor één kwamen ze naar voren. Dat verklaar en beloof ik, dat hebben ze moeten meegeven alsof ze ook echte gemeenteraadsleden zijn die zijn geïnstalleerd. En ze worden ook serieus genomen. Hun ideeën, hun plannen worden ook meegewogen door de echte gemeenteraad. Ja, wat er van tot stand gaat komen, dat gaan we vanzelf wel zien. In ieder geval, in het verleden is het al zo geweest dat een plan over het groene schoolplein is aangenomen door hun grote volwassen collega's. Ik hoop dat u een klein beetje een beeld hebt gekregen van wat de kinderraad doet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.